Elsro heeft een nieuwe madame. Die staat heel trots op de Madame Wij. En ze is gemaakt door twee echte Elsloze kunstenaars. De oude was na ruim 30 jaar echt versleten. Irene, kunstwerk opnieuw maken. Is dat anders als ze nu kunstwerk maken? Ja, dat is wel heel anders. Want ik ben ook bij het oude kunstwerk betrokken geweest. Dat hebben we hier samen met de buurtvereniging gemaakt. En toen moest iedereen, jong en oud, moesten met kunnen werken. Dus toen heb ik gekozen voor met gemakkelijker materiaal te werken. Daardoor is het nog 17 jaar ook wel kapot. En hoe dit nieuwe werk maken, dat is wel heel anders. We zijn echt voor mezelf alle stukjes gemaakt wat in de madame voor werk zitten. En die zijn heel degelijk gemaakt, dat het niet met forsen zo kapot ging gaan. Dit is een heel andere manier van werken geweest. Je hebt geen Oost-Texas gebruikt voor de vorige madame? Nee, die waren echt kapot. En dat hield het ook niet. Dus we hebben alles gekozen, alles is nieuw gemaakt. Alleen de vorm is precies hetzelfde. En je wordt ook betrokken bij de Oomedam? Ja, daar heb ik samen met de buurtvereniging hebben we die gemaakt. Ik heb toen, omdat ik mozaïek atelier heb, een hoes, heb ik gezorgd voor de materialen en gereedschap. En samen met de buurt is dat toen gemaakt. En dit stuk is echt samen met Marga, hebben we dat met z'n tweeën gedaan. En ook een beetje hulp van de buurtvereniging. Toen die stukjes geglazuurd moesten worden. Marga, wat weet ze van de historie van de madame? Ik weet dat het geen kasteelvrouwen waren, wat veel u denken. Maar ze woonden op de Dorpstraat vroeger. Hoe nu de appartementen zijn. Tegenover mijn atelier. En ze kwam hier iedere dag kijken. Liep hier rond en daarom wordt ze de madame genoemd. En ik heb begrepen dat in de 70er, 80er jaren, pin me net op het jaartal vast, is een grote protestactie geweest. Het zwembad wordt opgeheven, wordt weggehold. En op een bepaald moment had de gemeente hier grote villa's neer willen zetten. Daar had de ganse buurt zich tegen verzet. En toen is de Elsro madame gemaakt. Is toen eigenlijk een soort van protest madame geworden. Geer hebt de steentjes gemaakt. Samen met Irene hebben we plakken klei uitgerold in mijn atelier. En steentje voor steentje uitgesneden met een erpelmetske. Die hebben we voor een paar weken laten drogen. Toen zijn ze allemaal in mijn ovens gebakken, op de eerste keer op 1000 graden, 24 uur. Maar om ze vorst vast te krijgen, zo wie ze nu zijn, hebben we ze later, nadat ze gekleurd worden, geglazuurd noemen we dat in vaktermen, hebben we ze nog eens gebakken op 1240 graden. Dan is alles vorst vast. Dus al die stukjes heb ik ver 5 keer in mijn hang gehad, samen met Irene. Maar ik word degene wat al de ovens vulde en wel leeg maakte. En toen zijn we gaan plekken met z'n tweeën. We zijn in augustus gestart vorig jaar. Met stukjes maken, stukjes maken, stukjes maken. Ik kom op ongeveer 200 uur uit nu, even. We hebben alles bijgehouden. Ivo, best blij met nu euvelbuurvrouw? Ik word al blij met die oude, maar met die jong ben ik ook heel erg blij, Bert. Wat deed de Elsro met zich? Elsro zit in een hart. Dat is natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen dorpje wat er het leefste is. Maar Elsro heeft zoveel leuke initiatieven door het ganse jaar her, dat het hier heel fijn wonen en oud weer ook is. En hebben ze dan de madame te danken dat dit hier gewoon wei is gebleven, hè? Ja. En bos. Ja. En niet luxe villa's. Wanneer zie je hier? Ja, twee keer per dag. Ik woon hier twee hoezen weer, dus ik ken de madame vanuit mijn slaapkamer zijn, die kans. En als je dan langskomt, en dan maakt ze alle seizoenen heel bewust met in deze prachtige bos. Het Limburgs landschap heeft het park eigenlijk overgenomen en beheert dat. En dan voelt zich heel erg riek. En zeker omdat ze ook alle seizoenen met mocht maken. En als ze dan gelukkig, ik hou van kunst, dat zonnig het weer natuurlijk. En als ze dan iedere dag even naar de madame mocht winken, die er uiteindelijk verantwoordelijk voor is dat we zo'n mooi park hebben, dan ben ik dankbaar dat ik hier mag wonen. Welk liedje zingt ze stiekem voor haar? Doe best mijn meidje.